Yo mensen en welkom bij weer een nieuwe video. Ik heb de laatste jaren erg veel over nagedacht om een karpenwedstrijd te gaan organiseren bij mij op het kanaal. Dit heb ik nu ook eindelijk gedaan. Heb je ooit ergens over nagedacht om zo'n wedstrijd te gaan vissen? Pak dan nu je kans. Ik ga bij elk koppel langs om tips te geven. Er staat een heel mooi prijspakket op het spel. En er zit gewoon een uniek bestand aan vis op het kanaal. En ik denk dat de kans ook erg groot is dat er heel veel koppels vis gaan vangen. Want we zitten in de beste tijd van het jaar. Ik ga jullie in dit korte videootje even uitleggen wat precies de bedoeling is en hoe je je kan opgeven. Nou, waar vindt het evenement plaats? Het is in de buurt van Arnhem. En ik zeg even in de buurt, want de exacte naam van het kanaal en zo ga ik allemaal niet prijsgeven. Dat ga ik vast doen als bekend is wie de wedstrijd ook echt gaan vissen. Het is dus in de buurt van Arnhem, dus hou daar even rekening mee. De dichtstbijzijnde buren zitten volgens mij zo'n 200 à 300 meter uit elkaar. En er zijn ook genoeg koppels waar je naast de buren meer dan een kilometer verderop zitten. Dus dat is top geregeld. Er zijn ook allemaal topzekken waar ik al bijna allemaal zelf ook heb gevist. En ja, dat zijn hele goede stekken, neem dat maar van me aan. Er is ook een super mooi prijzenpakket. Er zijn voor 10 koppels prijzen beschikbaar gesteld. Dus ja, de kans dat je met prijs naar huis gaat is meer dan 50%. Zou je voor de vangen minder dan 10 koppels vis, wat ik overigens niet verwacht, dan wordt er gewoon geloot. Dus die prijzen gaan er allemaal uit. De nummer 1 prijs zal een Deep Pro Plus zijn. En daarnaast heb ik allerlei mooie aaspakketten van Evolution Products geregeld. En natuurlijk overige prijzen zoals karpentassen, bivilampen, hoofdlampjes, etc. De inschrijfkosten van de wedstrijd zijn een tientje per persoon, 20 euro per koppel dus. En als je kijkt naar de kosten van de wedstrijd en de prijzen die ik heb kunnen regelen, dan is het echt bizar laag. En dat komt vooral door de samenwerking met de Hengelsport Federatie Midden-Nederland en Evolution Products en Deeper. Dus daar wil ik ze ook heel erg voor bedanken. Om je te mogen opgeven zitten er natuurlijk ook een paar belangrijke voorwaarden aan. Ten eerste wordt er uitsluitend gevist met koppels. Je moet je dus opgeven met een vismaat. Jullie moeten allebei minimaal 16 jaar oud zijn. Dit komt omdat het gebruik van boten en voerboten ook is toegestaan. In verband met de veiligheid en in verband met het stromende water hebben we toch maar gezegd van dat doen we minimaal 16 jaar. Daarnaast moet jij of je vismaat in het bezit zijn van een karpentrolley, kruiwagen, achtig iets. Iets waarmee je makkelijk met je spullen naar de stek kan lopen. Omdat de stekken worden geloot hebben we dat toch maar zo vastgesteld. Want er zijn een paar stekken die toch wel een behoorlijke wandeling nodig hebben om er te komen. En dan denk je toch snel aan 400-500 meter lopen. Dus iedereen moet ook zo'n karretje hebben. Tot slot moet je natuurlijk in bezit zijn van een vispas en een nachtvistoestemming. Bij de loting van de stekken dan moet iedereen ook even dat ding laten zien. Dus zorg dat je er ook eentje van hebt. Jullie hebben 2 weken de tijd om je op te geven. Tegen die tijd maak ik een videootje waarin ik bekend maak wie de wedstrijd gaan vissen. Nou, hoe kan je je opgeven? Stuur een mailtje naar twinkarp.nl@gmail.com met daarin je volledige naam en de volledige naam van je vismaat. Jullie leeftijden, de woonplaats en een telefoonnummer. Dat telefoonnummer bel ik als ik weet dat jullie de wedstrijd gaan vissen. Ga ik het even bekendmaken en nog een paar belangrijke dingen doorspreken. Mocht er nog vragen of onduidelijkheden zijn, er staat een hele hoop informatie in de beschrijving. En je kan ook gewoon gerust een vraag achterlaten in de reacties of even een mailtje sturen naar twinkarp.nl@gmail.com. Ik zie jullie de volgende keer weer. Later mensen.